Vandaag zien we hier de nieuwe Monosem Valoterra zaaimachine. Dit is een pneumatische zaaimachine waarmee we hoofdzakelijk mais kunnen zaaien, maar ook nog een hele hoop andere diverse gewassen. Deze machine is heel bijzonder omdat we er iets harder mee kunnen rijden. Hij is helemaal nieuw ontworpen, van nul af aan eigenlijk, als je het vergelijkt met de andere machines van Monosem. Het is een volledig nieuw zaaielement. Die is opgebouwd aan de hand van een drietal basisprincipes. Te weten 1. Gebruikvriendelijkheid. 2. Goed kunnen zaaien, dat is heel belangrijk. Goede opkomst. En 3. Is milieu en data uitwisseling. Dat zijn eigenlijk de drie kernpunten die op deze machine van toepassing zijn. Belangrijk is dat je een constante zaaidiepte hebt. Dat is de basis van een goed gewas. Europese testen hebben uitgewezen, proeven hebben uitgewezen dat 9% van de potentiële opbrengst droge stof veroorzaakt wordt door een constante zaaidiepte. Dus we moeten zorgen dat we constant op diepte gaan zaaien. Een basis hierin is een groot dieptewiel. De oude zaaielementen hadden een diameter van 38 centimeter, deze hebben een diameter van 45 centimeter. Hetzelfde geldt voor een grotere de zaaischijven, zijn ook groter van diameter. Ook diezelfde diameter, dezelfde verschillen. Daardoor krijg je een mooier gevolg, een constant gevolg. Maar wat belangrijker nog is dat hij met die dieptewielen, de grotere dieptewielen, een groter wiel loopt constanter, blijft constanter lopen dan een kleiner wiel. Dus we hebben minder variatie in dieptes. We halen onder andere data eruit, zaaiafstand, kunstmestafgifte, rijsnelheden, al dat soort data wat de machine kan verzamelen, kunnen we ook weer uit de machine uithalen. En wat wordt de toekomst? Ik ben ervan overtuigd dat we steeds meer data gestuurd gaan werken in de toekomst. We zullen ook moeten, helaas zullen we ook steeds meer bewijzen moeten gaan overleggen aan overheden of instanties. Deze machine is daar gewoon helemaal op voorbereid. We kunnen ook op takenkaarten zaaien, dus heb ik een bond perceel, kan ik variëren in rijafstand, kan ik variëren in mijn granulaatafgifte, kan ik variëren in mijn kunstmestafgifte. Dus we kunnen alles in variabel, eigenlijk alles variabel doen. Wat verwachten van deze machine dat dit een nieuwe standaard wordt in maïszaaien?